Hoi, ik ben Sanne Boekel, kom binnen. Ik ben een illustrator en zeefdrukker. Ik teken veel strips en ben heel erg bezig met een soort visueel onderzoek naar onderwerpen die voor mij op dit moment relevant zijn. En dat zijn vaak onderwerpen die toch ergens in het alledaagse op het randje van absurdisme zitten. Ik ben veel bezig met onderwerpen rondom identiteit, maar op dit moment ook heel veel rondom millennials. Omdat ik merk dat die op een bepaalde manier in de wereld staan en eigenlijk de hele tijd een soort grote wereldproblematiek voor de kiezer krijgen. Nou is dat iets van alle generaties, maar ik vind het interessant om te kijken hoe die groep die nu tussen de 20 en 30 is daarop reageert en daarmee omgaat in een wereld die heel snel verandert. Ik heb van Kunstpunt de luchtsubsidie gekregen om een serie uit te werken dat een manifest vormt over millennials. Dat bestaat uit 3 delen, waaronder een boekje en een pyjama collectie. Een spel dat Coping Mechanism heet en die eigenlijk ook vooral de draak steekt met een soort van de zwaarheid waarin deze generatie, waar ik zelf ook bij hoor, in hangt. Ik heb dus verschillende illustraties gemaakt voor het boekje dat als handleiding in het spel komt. Daarbij is dit bijvoorbeeld een Meccano-spel. Dat bestaat uit verschillende onderdelen met stukken die niet in elkaar passen. Daar zit een handleiding bij met alle dingen die je ervan had kunnen maken als ze wel in elkaar hadden gepast. En daarmee verwijs ik eigenlijk ook heel erg naar onvermogen of de onmacht die je kan voelen op het moment dat dingen niet lukken. Omdat je binnen een bepaalde norm probeert te presteren, maar de situatie er niet naar is. En daarbij ben ik ook gewoon heel erg gefascineerd door een soort van de weemoed die schuilt in die groep millennials. En waar op een bepaalde manier ook heel erg aan vastgeklampt wordt. En wat ergens een soort midden zit tussen het onvermogen om het beter te kunnen doen dan je ouders. In welvaartszin. En aan de andere kant ook het soort hebben van de eindeloze mogelijkheden en de keuzes. En daardoor totaal overweldigd en overprikkeld raken. Ik vind dat een fascinerende beweging.